Ik heb dat ook wel, net zoals ik naar die filmpjes zie, liefst zien dat ik aan het draaien ben. En dat ik dan hier, precies hier sta. En dat ik dan die mensen gewoon helemaal los zie gaan. Ja, dat doet wel wat met je, zeg maar. Zo! De coronacrisis zorgt voor veel veranderingen in het leven van jongeren op dit moment. Er zit niets anders op dan doorbijten. In deze serie spreken we met verschillende doorbijters over 6 thema's. In deze aflevering gaan we het hebben over je carrière in de koelkast. We gaan naar Toffler, een club in het centrum van Rotterdam waar Rodney de Jong, oftewel DJ Charman, regelmatig draaide. Hij stond op het punt om zijn baan bij een verhuurbedrijf op te zeggen en door te breken als DJ. De coronacrisis gooide roet in het eten toen alle clubs moesten sluiten. Drank. Club. Blijf draaien. Analoog. Blijf daten. Ja, ik stond wel op een punt van, ik kan nu een keuze maken van of minder werken, of gewoon stoppen en vol gas voor muziek gaan. Of gewoon part-time werken en dan gewoon met muziek en part-time werken. Ja, toen op een gegeven moment kwam al een beetje in China natuurlijk dat met die corona. Ja. En toen ben ik eigenlijk, heb ik gelijk wel de keuze gemaakt om gewoon te blijven werken. Want ja, je wist dat het hier ging komen. Wat denk je dat muziek met mensen doet in deze coronatijd? Wel veel, denk ik. Ja? Ik denk wel dat de mensen nu wel door muziek wel voor blijven houden dat weer die goede leuke tijd gaat komen. Want ik hoor nu veel mensen zeggen van goede oude tijd. Maar ik denk dat je wel gewoon ook positief moet blijven om gewoon wel die mindset te houden van die goede tijd zal weer komen. Ja, als ik soms die filmpjes wel zie, dan denk ik weer van, dat is eigenlijk wel weer raar om te zien. Want je weet dat het nu niet is, omdat het niet kan. Maar misschien gaat het ook niet meer komen, dat mensen zo dicht op elkaar kunnen staan. Ik heb dat ook wel, net zoals ik naar die filmpjes zie, liefst zien dat ik aan het draaien ben. En dat ik dan hier, precies hier sta. En dat ik dan die mensen gewoon helemaal los zie gaan. Ja, dat doet wel wat met je, zeg maar. We gaan langs in Capelle aan de IJssel bij Jane. Zij koos er zelf voor om haar baan op te zeggen in de coronatijd. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Als jullie denken, meid, wat sta je lekker in de shine. Nou, TV Rijnmond is hier. Ze zijn een item aan het opnemen, dus ik neem jullie gezellig mee. Oeh, make-up on fleek. Diner. Gimpen. Zelf koken. YouTube. Ja, leuk. Dus dit doe je eigenlijk elke dag? Ja, ja. En film je echt dagelijks ook? Ja, vlogs? Ik film bijna elke dag. Behalve als ik echt niks te doen heb en het heel saai is, dan vlog ik niet. Maar ik heb altijd wel wat te vertellen hoor, aan mijn kijkers. Ja. En waarover vlog je dan meestal? Ja, eigenlijk gewoon een beetje het leven als, niet meer als event manager. Maar gewoon het leven als moeder. Hoe ik bezig ben met interieur, mode, styling. Gewoon dingen die ik leuk vind. Je zegt ook net, je was event manager. Ja, ja, ja. Je hebt je baan opgezegd. Ja, klopt. Nou ja, ik heb eigenlijk tegen mijn werkgever gezegd hoe het werk is veranderd door corona. Dat het gewoon niet meer bij me past. Dat ik me daar niet fijn meer bij voel. En dat ik... dat het misschien beter is als ik ermee stop. En wat maakte je dat je de knoop durfde door te hakken? Nou, gewoon ten eerste omdat ik ook heel veel respect heb voor corona. Omdat ik heel veel respect heb voor mijn werkgever. En ja, ik gun hem niet iemand die gewoon ongemotiveerd in zijn bedrijf zit. En daarnaast gunde ik mezelf ook niet een situatie waar ik helemaal niet happy ben. En waar ik mezelf heel ongelukkig bij voel. Nou, ik zal even mijn outfit of the day laten zien. Ik neem jullie er even mee naar de kast. Nou, ik heb vandaag aan een blouse. Gisteren dus gekocht, speciaal hè, voor Rijnmond. Ja, en ik heb nog even mijn pantoffels aan. Maar die worden zo even verwisseld voor, ik denk, een paar sneakers. Dus je moet nu echt op zoek gaan naar iets compleet anders? Ja,
Wat wil je gaan doen? Waar ben je naar aan het kijken? Nou ja, eigenlijk speel ik al heel lang met de gedachte om iets voor mezelf te beginnen. Ik ben natuurlijk bezig met mijn YouTube-kanaal. Ik wil daar een product aan gaan hangen. Ik wil daar een webshop mee gaan starten. Ik weet nog niet precies hoe of wat. Maar als ik zie, als ik promotie maak voor andere mensen hun product en dat mijn volgers dat kopen en dat ook echt tof vinden, dan heb ik zoiets van, hey meid, zou je dat niet even zelf gaan doen? Dus daar heb ik nu de tijd voor. Juist nu deze tijd gebruiken om te kijken of je iets voor jezelf kunt beginnen. Is dat wel een goed idee? Wij vragen dit aan loopbaantrainingscoördinator Michel Jansen en aan brein- en boxcoach Cor van Driebergen. En wat juist nu leuk is, heel veel artiesten die zijn online gegaan en die hebben nu veel meer geld verdienen ze. Ja, het is veel toegankelijker. Dat in combinatie, wat kun je nu doen, maar ook vooruit plannen, ook vooruit kijken. Wat kun je straks doen, wat straks weer nieuw is, dus over een jaar. Wat ga je over een jaar willen lanceren, waarmee je nu al kunt gaan beginnen met het opbouwen daarvan. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld een creatieveling als Rodney. Want als je ineens iets heel anders gaat doen, kan het voor sommigen ineens iets dat ze niet in een hokje kunnen plaatsen. En tegelijkertijd wil je ook niet in het hokje zitten. En dit is een fantastische periode om dingen uit te testen ook vooral en gewoon dingen te proberen. Nou jongens, ik ga bij deze ook weer even de vlog afsluiten. Dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met het team van TV Rijnmond. Doei doei! Wat heeft een doorbijter Anne nu nodig? Ja, zelfbewustwording. Gewoon gefocust blijven. Hoi iedereen! Hoi! Ik kom dus net bij Rodney en Jane vandaan. En volgens hun zijn zelfbewustwording en focus dus de eigenschappen die je nodig moet hebben om deze tijd door te komen. Volgende week zijn we er een weekje niet, maar over 2 weken zijn we terug en dan praat ik met 2 nieuwe doorbijters over hun mentale gezondheid. Ook wensen wij jullie allemaal hele fijne kerstdagen en een gezond 2021. Doei! Doei. Zo!